68 jaar was hij officieel met pensioen, maar niet achter de geraniums. Vanuit dit huis aan de Willemsenzijgerstraat handelde een inwoner van Spankapelle nog altijd wat in vrachtwagenonderdelen. Tot hij vorig jaar werd overvallen. Al eerder besteden we aandacht aan de overval op de 68-jarige bewoner van dit karakteristieke vrijstaande huis in Spankapelle. Maandag 26 januari vorig jaar, 2015, had de man 's ochtends rond een uur of acht net zijn ontbijtje op toen de bel ging. Klanten, dacht hij. En ik doe die twee knippen eraf en de deur gaat me net open en was bats gelijk in mijn gezicht. Hij wordt overmeesterd en vastgebonden door twee mannen. Een uur lang ligt de man in zijn eigen keuken met een doek over zijn hoofd, zodat hij de twee overvallers niet kan zien. Ze willen geld en pakken de man hard aan als ze niet genoeg vinden. Dan kwamen ze naar me toe en dan stampten ze bovenop me, weet je wel. Of ze zaten met tweeën op me, of ze grepen me bij mijn keel. En dan met de mond dicht houden van, geef meer geld. Zeg het nou, want we maken nou af. Nou ja, ik zeg, ik heb het niet. Klaar, zeg, geef alles. Zijn hele huis wordt overhoop gehaald. Uiteindelijk laten ze de man met rust en vertrekken ze met de inhoud van zijn portemonnee en wat sieraden. Blijf liggen, als mag je dat nog op. Ik dacht niet gedacht dat ik de avond haalde. Echt niet. Nee. Ik dacht, dit is het einde. Ja, heel naar. Veel geweld van twee mannen tegen een oudere man van 68. Vorig jaar maart vroegen we uw hulp dus bij het vinden van de twee daders. Blanke mannen, donkere kleren droegen ze. Nou, gaf u tips door, maar de zaak werd niet opgelost. Terwijl er echt mensen moeten zijn die iets vermoeden. Aan de telefoon nu mevrouw Van Pelt. De afgelopen najaar is er iets gebeurd dat misschien juist voor die mensen wel heel belangrijk is om te weten. Ja, die overval was eind januari vorig jaar. En het slachtoffer heeft daarna dus nog een interview gegeven om over die overval te vertellen. Nou, we hoorden het net, daar klonk hij vrij rustig in. Maar het heeft allemaal diepe indruk op hem gemaakt. En heel triest, afgelopen najaar is meneer overleden. Er is geen directe link tussen zijn overlijden en het lichamelijk letsel dat hij bij die overval opliep. Maar hij is sowieso na die gebeurtenis nooit meer de oude geworden. We hebben de afgelopen tijd contact met zijn nabestaanden gehad. Ja, je kunt de tijd niet terugdraaien, maar het zou voor hen heel veel betekenen als deze mannen alsnog gevonden worden. Duidelijke oproep. Dank mevrouw Van Pelt voor deze toelichting. En u snapt het dus, daarom doen we vanavond opnieuw een beroep op u mede namens de dochter van het slachtoffer. Mijn moeder was net een jaar overleden. Toen is hij dus overvallen. De angst zat erin bij hem. De deuren gingen op slot. Na zeven weken is hij geopereerd in zijn hoofd, naar aanleiding van de overval. Daar wist hij eigenlijk niks meer van. En toen kwam de klap pas echt binnen. De deuren gingen op slot. Zijn gezondheid is er echt, heeft er een klap mee gehad. Ook de conditie. Na die tijd is het een oude man geworden. Vroeger had je nog wel meer conditie, maar hij liep echt als een oude man te slenteren. Vermoedt u wie die twee blanke Nederlandstalige mannen zijn die toesloegen in Spankapelle? Doe uw verhaal alsnog, ook als u een idee heeft waarom die daders juist dat huis aan de Willem de Zwijgerstraat uitkozen. Of waar de destijds geroofde sieraden zijn gebleven. Vertel erover, desnoods anoniem.